Landbouwers van de Brantimakkaweg, de weg naar zee, zijn ernstig verbitterd en boos op de regering, met name de minister van Openbare Werken. Deze landbouwers die lijden miljoenen schade als gevolg van zoutwater die is doorgestroomd naar hun landbouwpercelen waar zij van alles en nog wat hebben geplant en dat nu allemaal is beschadigd als gevolg van de zoutwater. TBN Prime Alert die was er vandaag op locatie en sprak er met een drietal landbouwers. Fabian Esayas, we zijn er hier in de Brantimakkaweg op uw perceel. U bent boos, maar ook emotioneel, omdat grote investeringen van u hier verloren is gegaan. Ja, klopt. Ik woon hier eigenlijk al 11 jaar. Toen ik hier ben komen wonen, heb ik gezegd van kijk, ik ga alvast proberen om te doen wat ik kan doen voor mijn terrein. En ik heb alles mooi ingepolderd. Ik heb een dam daar gemaakt, er zijn kanalen. Ik heb mijn hele infrastructuur geregeld. Het water van mij ook al regelt het hier 3 weken lang. Het water hier ligt nooit onder water. Maar vanmorgen werd ik opgeschrikt. Ik zag het al aankomen gisteravond dat we daar een dambreuk hadden. Maar vanmorgen werd ik wakker. Eigenlijk sinds gisteravond zag ik water op de weg. Ik zeg van hé, er moet volgens mij ergens een dambreuk zijn. Ik ben gaan checken met een flashlight. Ik zag niets. En vanmorgen als ik kwam is mijn hele trein onder water. Hoe hoog staat het water nu? Het kwam eigenlijk tot hier. Dus ik had mijn laarzen moeten aantrekken. En dit is zoutwater van de zee. Het komt van mijn buurman. Daar komt het water over die dam. En hij stroomt naar hier omdat ik natuurlijk een goede infrastructuur afwatering heb. Dus het water heeft kans gezien via mijn infrastructuur te gaan via de weg. Zodat hij nu daar onder water loopt. Maar als ik naar uw makusa aanplant kijk, de heer Esayas, en ook naar uw papaya, dat betekent dat het water toch, al lang binnen is gesijpeld. Ja, dus het water, het kwam al naar binnen, maar we hadden het nog niet door, want weet je, we komen uit een kleine regentijd. Dus ik merk dat ik begon te drogen, dus ik zei tegen bepaalde mannen, maar ik zeg van aan de achterkant zie ik dat het nog groen is, maar ik zie dat hij hier begint dood te gaan. Maar vanmorgen toen ik dit zat, toen dacht ik van, ai wat rempel. En ja, ik ben alles kwijt. Letterlijk, alles daar is onder water. Ik heb daar papaya, bananen. Ik heb hier marcousa. Dus ongeveer 2 hectare heb ik een investering gedaan met marcousa, papaya, bananen. En ook de machine, want ze weten net hoeveel machines hier hebben gewerkt. Tegen welk bedrag kijken we hier aan? Een investering van? $100.000. Meer dan $100.000. Verloren geld? Verloren geld, ja. Verloren moeite? Verloren moeite. Ik, deze marcousa gaan allemaal naar de Franse kant. Dit is hem, ik wilde dat u de mensen, ja. Gaan naar de Franse kant. Ik heb die foto's van me gestuurd van mijn afnemer. En die vrouw van die man is flauwgevallen. Die heeft me gevraagd, maar kon de overheid niets voor je betekenen? Ik zeg, ja, ik heb vaak aan de bel getrokken. Kijk, ik heb geen politieke kleur. Ik ben ook geen activist of zo. Ik ben gewoon een hardwerkende man. Maar ja, het is zwaar te verteren, eerlijk. Ja. Echt waar, ik heb wel gehuild vanmorgen toen ik dit zag. U zegt dat u vanmorgen hier hebt staan huilen. Mm-hmm. Ja, ik heb vrienden van me gebeld. Ik zeg van ja, dit, al die bomen gaan doodgaan. Ja, dus is jammer. Ja. En u zegt, die overheid zou wat voor jullie moeten hebben betekend. Wat zouden ze tenminste hebben moeten doen voor jullie? Ja, kijk, ze zijn deskundig toch. Kijk, we wonen hier en we zien vaker wat er gebeurt, snap je? En ik heb vaker gezegd van, kijk, meneer Nepal is bezig met een experiment. En met een noodsituatie kan je niet experimenteren, want je gaat het erger maken, toch? Als je weer experimenteren op iets of iets werkt, dan moet dat ding echt in een situatie, als het niet komt, om te kijken van, hey, hoe werkt het? En ik zeg van, je moet je juist beschermen. Het is 4 kilometer weg, maar kijk, de Surinaamse kust is meer dan 400 kilometer. Waarom moet je op weg naar zee komen experimenteren? Omdat, ik zeg, dit water, als hij over die rits hier gaat en hij gaat richting het zuiden, dan moet je voorstellen wat er gaat gebeuren met de Kwattaweg. Dus al die landbouwers die aan de zuidelijke richting van weg naar zee zijn, die gaan dit ook krijgen op een dag. Dus wij trekken aan de bel steeds, kijk, die man van Migos heeft 2 operators hier, ze hebben niet geslapen. Ze hebben de hele avond gewerkt dat het water niet aan die kant over de weg kwam. Ik wist niet dat het hier zou komen, maar ja, het heeft me toch gepakt.
En ik begrijp van deskundigen dat eenmaal wanneer je zoutwater krijgt op je vruchtbaar terrein... Is niet meer te gebruiken. Dus je terrein is eigenlijk geen waarde meer. Het gaat heel lang duren, ik denk zeker een jaar, voordat hij weer stabiel wordt. Want het water, hier gaat hij blijven zitten, dus hij gaat dus niet meer weg. En dan gaat het zout hier blijven en dan krijg je dus die gele goud is verzeild. Dus je kan niet meer planten. Je kan niet meer planten. En het is jammer. Ja. Ik heb veel inspanning. Ik ben jaren bezig hier. Mm-hmm. En het is een hele grote inspanning. Alles ging goed. Dit is mijn buur, zijn mijn buren. Ja. Ze hebben gezien hoe hard ik heb gewerkt hier. Ik heb vreselijk hard gewerkt hier. Veel geïnvesteerd. Ja. Heren, als jullie ook een beetje dichterbij stappen. Het zijn jullie die in feite ons gecontact heeft. Ja, hebben jullie ook water op jullie perceel? Nou, nog niet, maar... Tot aan mijn straat wel. En mijn overkant is een dijk gebouwd door OW. Hulpdam. En die is vanmorgen helemaal afgenomen. Mm-hmm. Ik ga jullie straks naartoe brengen. En dan kunnen jullie wel een opname maken. En naar de goede manieren te sturen. Vooral OW. Als we met OW praten. Zeg OW. Altijd ons zegt. Jullie zijn op de hoogte. Dit gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Zeewering. En... Wanneer meneer Nijpaal vergadert, zegt meneer Nijpaal, nee, het gaat goed komen, we gaan een groene dijk krijgen. Toen ik vanmorgen meneer Nijpaal aanspreekte, meneer Nijpaal, waar is een groene dijk? Meneer, gaat u bij de regering? Dat is niet mijn schuld. Dat heeft meneer Nijpaal mij voorgehouden. Ik zeg aan meneer Nijpaal, als je een minuut hebt, ik heb de pers hier vlak op de bok. Als je een minuut, hij zegt, nee, ik ga weg. Hij is weggerend, begrijpt u? En al die gelden, al die fondsen gelden wat meneer Nijpaal hier gebruikt heeft. Ik denk dat we al lang een dijk zouden hebben. Zelf de president was hier om een parwaboom te komen planten. Ik zeg parwa hoor, duidelijk. Meneer Nijpaal houdt iedereen voor de gek dat hij mangrove hier plant. Mangrove groeit waar zoetwater stroomt. Mangrove groeit niet waar zoutwater stroomt. Dat ten eerste. Maar meneer Nijpaal komt met een groep op alle meetingen. En die nemen op voor hem dat parwa ook een mangrove heeft. Parwa is parwa. Mangrove is mangrove. En hij heeft ook de... vice-president van Nederland ook voor de gek gehouden. Hij heeft hem gebracht. Ik ga u straks wijzen waar de vice-president heeft gepland. Wij waren er. Jullie waren er. Het bestaat niet. Dat bestaat helemaal niet. Dus meneer Nijpaal houdt ons voor de gek. Dat is mijn mening. Hij is een professor, maar mijn mening zegt. Hij gebruikt het geld zomaar. Hij houdt ons voor de gek. Diezelfde geld kon hij hier zetten. Kijk, deze meneer heeft zo... Ik heb geen woorden voor deze meneer. Hè? Hij is een voorbeeldiger. Hij is geen Hindoestaan, sorry dat ik zo moet zeggen. Hij is geen Hindoestaan. Maar hij werkt zo hard. Hij staat voor zijn perceel. Laatst had ik een debat met hem. Op goede redenen ook. Begrijp je? Hij praat op zijn recht. Begrijp je? En kijk wat hier gebeurt met ons. We zijn bijna 200 gezinnen hier. We moeten verhuizen van hier. We planten al 40 jaar hier, meneer Ganesh. 40 jaar niet hier. Ik ga u aanplan van deze meneer wijzen hoe hard hij werkt op zijn perceel. Maar ja. Hij kan nu niet naar zijn perceel. Ja. Hoeveel dagen gaat hij in die zoutwater rijden? Ja. Eén dag maar. Morgen is je remmen vast. Kijk maar uitlaat van mijn pijp. Ik heb vanmorgen een steen daar geslagen. Is weg. Niemand gaat me voortdurend. Kijk, die zijkanten van mijn auto is verleden jaar door die zoutwater naar binnen gegaan. Elke jaar moeten we remmen herstellen. En men zegt, we moeten voedsel. De regering zegt, we moeten voedsel... schuur maken. Maar hier zijn de landbouwers. Hier moet je beginnen. Hier moet je beginnen. Hier is de voedselschuur. Hier planten wij. Van hier moet LVW een voorbeeld nemen. LVW kan maar een opname maken en gaat weg. Is dit ons resultaat vandaag? He? Zo hard moeten we werken. We kopen al mes zo duur. En de input is zo duur. Meneer Nijpaal, ik kan niet zeggen. Een zak mes kost 8000 van 50 kilo. En als deze meneer 20 zakken hier. Wie gaat die man betalen? Wie gaat mij betalen? Gaat u mijn aanplant straks ook wijzen, meneer Genes? Alleen huilen kennen we hele avond. Hele avond vanaf 3 uur in de ochtend staan we hier om ons perceel te beschermen. Er komt een machine vandaag na 11 uur. Hij gaat een stukje maar doen, dan gaat hij weg. He? Is dat iets van onze regering? Meneer Sayas, u sprak over in het vorige gesprek, zei u schadevergoeding. Wie zou dat moeten betalen? Ik weet niet, maar... Ja, ik laat me zeggen, ik weet niet, maar... Ik zou dit niet zo... Ik ga het niet zo laten, want...
Ja, het is verschrikkelijk toch. Weet je waarom? Kijk, ik ga je vertellen. Veel mensen hier, want ik ben niet hier geboren. Weet je, ik ben hier in 2012 ben ik gekomen. Al deze mensen hebben me opgevangen, ze geleerd van hé, zo moet je planten. Want ik wist ook niet veel van landbouw. Ik heb de kennis heb ik hier gekregen. Ik ben eigenlijk als imker hier gekomen. En ik heb toen nog gewaarschuwd vorig jaar. Zeg, kijk, die dam aan de andere kant is fragiel. Die dam gaat kapot gaan. Je gaat de dam niet met bamboe en met walabapalen kunnen beschermen. Ik heb het gezegd. Ik heb mevrouw Emmy van, Gloria Botsen van Davasde, was hier geweest bij me. Ze heeft nog gezien hoe mooi die aanplant is. Ik heb haar gezegd, het is niet zoveel werk, maar laten we deze dam even herstellen. En kijken wat de duurzame oplossing. Het werd maar van alle kanten verweten. Kijk, weet je, je bent, omdat we constant werken, je bent moe als je thuis komt. Je hebt geen tijd voor. Ik heb geen tijd om tegen de regering te gaan vechten of tegen wie dan ook. Ik moet werken, want wij exporteren. Hoeveel mensen komen ons niet benaderen hier van, hey, hebben jullie niet wat, want we moeten groenten sturen naar het buitenland. 3 uur in de ochtend ga ik soms naar de markt groenten verkopen. Zo hebben we jaren hebben we hier geploeterd. En als we alleen maar kijken wat er gebeurt, hoe men met de natuur omgaat. Men krijgt fondsen en die fondsen worden op een manier gebruikt waarbij we zeggen, wij zien geen resultaten. En ik zeg van, maar hoe nu? Want het is totaal verloren gegaan. Ik moet u zeggen, ik heb nog steeds niet gegeten. Ik heb maagpijn, Ik kan dit gewoon niet verwerken. Dit is moord. Echt waar. Ik heb ook tegen mijn paal gezegd. Ik zeg, dit hadden jullie niet kunnen laten gebeuren toch. Ik bedoel. Ja, dus ja. Ja. Kunt u vertellen wat u is overkomen? Ja, het is zo dat het is heel lang dat we zijn bezig met de regering. De regering komen en gaan. Ze beloven heel wat, maar ze serieus hebben die problemen niet aangepakt. Met een harde dij. En binnen periode is Nepal gekomen en heeft gezegd dat hij gaat met groene deeg dit en dat doen. En in het begin hadden we hoop, want we hadden nooit gezien zoiets. Maar later hebben we gezien, dit gaat het niet helpen. Dus hebben jullie twijfels dan? Twijfels, ja. En we hebben altijd tegengespreken. De minister had vergaderd op de Warahi, de zaal daar. En ik heb duidelijk gezegd, minister, deze ding gaat niet helpen wat Nepal doet daar. Een mangrove groeit waar zoutwater, zoetwater en brakwaterrelatie is. Kijk, dat Kopname, Saramaka rivier, Komuine rivier, die oevers, daar zijn die mangroven, daar gaat het groeien. En hier gaat het niet groeien. En die golfwater slaag het hier op de kust, een meter anderhalf. Alleen harde dijk, stenen dijk kan het hier helpen. Niets anders gaat het. Geen kweltjes, geen bamboe met Nepalen ploetert elke dag met die bamboe en walabapalen gaat het niet helpen. En vandaag is het weer dat al die bamboe, het is net dat Nepal heeft bamboe gezet in een stukje en walabapalen en die golven heeft weggerukt. En binnen een kilometer was die straat onder water zelf. Nu is het water wel links-rechts gegaan en toch is een deel overgebleven. Het is hier, die kustvlakte is een vruchtbare kustvlakte. Ja. Waar groenten, veeteelkoeien kweken we. Het zijn duizenden hectare. Waar duizenden koeien, een deel schapen en geiten grazen. Melk zelf. Wij produceren, wij helpen ons land, het volk, om groenten, vlees, melk, alles te verzorgen. En nu gebeurt het dit, je ziet het, dat zo is het gebeurd, dat nu het gaat hele hectare, honderden hectare verzilten. En wat gaat het gebeuren? Jarenlang gaat het daar niets groeien. En als het zo door blijft, dat deze brand in Makka weg, binnen een jaar of 6 maanden of 4 maanden gaat het niet meer bestaan. Alles gaat in het zee. Maar, heer Esaias, als nu aan wordt aangegeven, zoals die meneer het daarnet zei, dat jullie brieven zullen krijgen om van hier te verhuizen, dat betekent dat ze geen plannen hebben dan om een dam hier neer te zetten. Kijk, anders had men niet gevraagd aan jullie om te verhuizen. Laat me eerlijk zeggen, die discussie hebben we al gevoerd, maar het is al te laat. Weet je waarom? Wij zijn de armbellen. Stel er woonde niemand hier, zouden we dit nooit hebben geweten. Daar gaat het om. Dit zouden we nooit hebben geweten.
na die sluis, want kijk, je hebt een pomp gemaakt, je hebt eerste sluis, tweede sluis, bij Gummers heb je ook een sluis. Als het water over de brand in Makarits gaat, dat betekent alle afvoerkanalen, want weg naar zee is een afvoergebied voor Paramaribo. Dus dat betekent, de zee gaat gebruik maken van al die afvoerwegen. Dat is hier gebeurd. Die afvoerwegen van mijn water heeft de zee gebruikt om naar binnen te komen. Dus je hele infrastructuur, dus iedereen die aan deze kant ligt. Hier heb je weg naar zee, daarnaast heb je Koosieveel. Ga door naar Binnenspark, waar Gummers is, ringweg. Gelooft u me wat ik zeg. Het gaat allemaal onder water lopen. Het gaat niet hier blijven. Dat water wil door. Dat is wat hij doet. Zie, hij komt naar hier. Hij wil over die rits gaan. En als hij daar komt, dan ga je hem niet kunnen tegenhouden. Hier heb je nog sluizen, je hebt nog mensen wonen. Daar is het bos. Ja. Niemand ziet het. Dat ga je krijgen. Dus we kunnen van hier gaan, is geen probleem. Weet je, het is geen probleem. Ik zal dan een lening nemen bij de bank en iets anders gaan kopen. En geen probleem. Ja. Waaruit bestond uw aanplant? Tomaten. Tomaten heb ik nu voorlopig, alleen tomaten. En zo is het dat ik had minister duidelijk gezegd. Hij had vergaderd op Awarahé in de zaal. Ik had minister duidelijk gezegd. Als de brand in Makawa gaat onder water, gaat alles maar naar de zee. Het verbinding van die kanaal, want deze meneer zegt nu. Ik had duidelijk gezegd, minister van OW. Die kanalen zijn verbind tot bijna Quatta. Ja. Dus die zoutwater gaat tot daaraan tasten. Dan ga je zeggen, wel, dat is waar. Maar op het laatste moment, die ging vergadering sluiten, heeft gezegd, toch staat hij achter Nepal. En Nepal had gezegd dat het dijk gaat het 50 miljoen kosten. En dat is heel veel geld. Maar staatsolie stort in de staatskas 350 miljoen, zoiets. Houtbedrijven, export van hout, als de devise komt binnen. Wat is 50 miljoen? En die 50 miljoen, als je gaat hier investeren voor die dijk, hoeveel voordeel gaat Suriname hebben, de kustvlakte hebben, die bewoners van het land zou hebben? Hè? En die mensen, het is 40, bijna 50 huizen al gebouwd. En bijna 35, 40 huizen zijn bewoond, mensen wonen. Als minister zal brief geven dat die mensen moeten verhuizen, heeft hij eigen een plaats reserveerd, klaargemaakt voor die mensen. Heeft hij een begroting gemaakt wat die schade zal het zijn? Want een stenen huis, waar ga je die stenen huis brengen? Huh? Is hij zover dat hij gaat vergoeden? Alles? Want hier wordt alles berekend als je gaat perceel komen met euro of dollar. Ze staan er nog niet bij stil, hoeveel groente, dit gebied hier, hoeveel groente, is bijna 30% van alle groente dat geleverd wordt aan de centrale markt, komt uit dit gebied vandaan. Als je een drone neemt, hoeveel mensen planten, hier aan de brand, die maken weg alleen, dan heb je de andere kant ook, hoeveel mensen hier planten. Ik ben vaker op de markt, nu daar ik Marcusa doe, want ik deed vroeger ook boulanger en antroa. Ik dacht van, ik ga een beetje opscalen. Ja. Ik ga naar Marcusa, dus we hebben die investering gedaan. Fruit, weet je, want fruit is ook schaars. Maar men staat er niet bij stil. Hoeveel groente vanuit weg naar zee hier naar de centrale markt gaat? Er zijn in de Kwipieweg heb je twee opkopers. Je hebt hier aan de Hoofdweg ook opkopers. Je hebt hier aan de Oudaising Farmerweg heb je Dassasing ook opkoper. Er gaat zoveel groente en fruit van weg naar zee. Dus als dit verloren gaat, kijk maar waarom groente duur wordt. Toch? Want kijk, dit is de grootste Marcusa aanplant op weg naar zee. En kijk wat de zak Marcusa nou kost. Nu valt er één uit, maar de behoefte is er nog. Wat gaat er gebeuren met die prijs? Het gaat nog omhoog. Dan voel je die klappen. Dus ik zeg van, je moet met die kus, weet je, er zijn te veel grappen gemaakt over deze kus. Gelooft u me? Meneer Ganesh, ik ben hier komen wonen. 20 ketting ging dit terrein vroeger in zee. Het kwam steeds naar hier. We hebben het toen een waterkennende dam zijn we hier komen aantreffen. Ik tenminste, dat meneer Kandai had gebouwd tijdens zijn ministerschap. We hebben toen gevraagd, je moet die dijk daar, die dam, die actieve dam beschermen. Niet geluisterd. Naar hier gekomen, hier verhoogd. Nu hebben we weer aan de bel getrokken. Zeg, alsjeblieft, zorg dat deze dam intact blijft.
Nee, geen gehoor. Je vertelt nonsens, zeggen ze. En je weet, we zijn kleine mannen. Je bent ook een beetje bang. Je gaat ook maar staan. En dat weet je. Want ik heb geen politie. Je wordt direct gezien. Je wordt direct in de picture gebracht. Ja, deze man is tegen ons. Ja. Deze man is tegen de regering. Zodra je iets praat, de waarheid praat, zegt men. Hey, hij praat alleen negatief. Hij is dom. Hij komt van een andere partij. Weet je wat de minister, bijna wil ik niet uiten, maar ik ga het uiten. Weet je wat de minister heeft over ons beloofd hier in de zaal? Dan moeten jullie op een andere partij gaan stemmen. Het gaat me. Ik ben van een andere partij naar VHP gegaan. En de VHP-minister komt me zeggen, je moet een andere partij gaan stemmen. Dat gaat me. Ik heb zo hard gewerkt voor de VHP. Ik kom vanuit een andere partij. Dan kom je me nu zeggen, dan moeten jullie naar een andere partij stemmen. Vraag deze man. Vraag hem of hij niet, of ik lieg. Vraag hem. Of ik lieg. Klopt dat? Ja. Hij kan zeggen, we moeten op een andere partij dan gaan stemmen. Moet hij zo'n antwoord geven? We hebben zo hard gewerkt voor de VHP. Ik kom van een andere partij in de Waaiend, inderdaad. Maar waarom ben ik in de VHP gestapt? Weet ik waarom ik in de VHP ben gestapt? Dan kom je me dat niet zeggen? Het gaat me toch niet haat? Gaat me niet haten, meneer Nes? Hè? Kom je me zeggen, mijn minister komt me zeggen, dan moeten jullie op een andere partij gaan stemmen vandaag. Omdat we in nood zijn. Maar toen hij assembleelid was, ging hij zo niet praten. Maar nu dat hij minister is, en maar Sakaspano toch? En maar kies boemoni, en maar vijf wagi, tien wagi, en maar naaf denken, hoe nu het denken? Hoe nu het denken, ja man? Dat mag je niet. Nou, nu belast hem niet. Nou, nu bij Alassane zo dier, we hebben BTW, dat mag je niet. Nou, nu BTW moni, dat mag je niet. Nou, nu BTW, en maar drie voor wagi. Ja? Dan kom je me dat zeggen vandaag. Go stemt op, dan moeten jullie op een andere partij gaan stemmen. Andere partij kiezen. Is dat de antwoord, meneer Ganesh? Je slaat me kapot, man. Ja? Ik ben al 63 jaar. Ja? Ik ben de derde generatie van Wegnaars. Ja, ik vind het jammer voor de mensen hier. Ja. Kijk, ik ben hier gekomen. En elke keer als er problemen komen, dan merk je van, hey, deze mensen zijn hier geboren. Het is zo jammer, omdat waarom? Ik zie dat ze steeds aan het lijntje worden gehouden. En elke keer weer krijg je dit. En het is niet netjes, weet je, om je met burgers van een land zo omgaat, weet je. Dus ik heb ook mijn best gedaan, hoor, om te kijken van wat kunnen we samen doen. Maar je ziet, uiteindelijk, iedereen raakt een beetje verzwakt door die situatie. Want ik ben nu alles kwijt. Maar ja, ik leef ook mee met mijn medelandbouwers, omdat ik zie van ook zij. Want toen ik hier kwam, ik zag die mannen ploeteren, boy. Het is dag en nacht wordt er hier gewerkt. Je wil het niet geloven, dag en nacht. 3 uur 's ochtends zie je mensen gaan naar de markt. En mensen hebben geen notie van wat er zich allemaal hier plaatsvindt. En we hebben vaker, ik heb gezegd, dit is niet moeilijk op te lossen, meneer Ganesh, geloof me. Het is geen moeilijk ding. Maar je moet het wel gestructureerd aanpakken. Want anders ga je geld vergooien hier. OW gaat een beetje komen lappen, die gaat wat doen. En dan komt nooit een echte, want er moet een duurzame oplossing komen voor Wegnaars Zee. En daar gaat het om. En mensen zijn bang, mensen hebben terrein aan verloren. Ik heb mensen van hier zien verhuizen, tamang. En ja, uiteindelijk, dit is het gevaar. En dit hoefde niet, hè. Omdat het maar een klein stukje aan die kant is, waar het water naar in die man zijn trein kwam. We hebben vaker aan de bel getrokken, zeg. En die machine was eigenlijk, want hij zei me vanmorgen, hij kwam al naar dat gebied, maar ja, jammer. Maar ik had sinds vorig jaar gewaarschuwd. Ik heb aan de trein verderop, heb ik ook een deel ervan moeten opofferen, zodat ze een dam kunnen bouwen daar. Ik heb ernaast een trein, daar hebben ze helemaal in beslag genomen om een dijk daaromheen te gaan bouwen. Dus wat moet je doen? Dan moet je maar zeggen, ik heb alles kwijt en God zal wel een beslissing nemen wat er gaat gebeuren. Dus de percelen waren, toen we hebben gekregen, die percelen waren 5 tot 4 hectare. Ja, klopt. Na 35 jaar nu, vanaf 35... Het is overgebleven. Ja, vanaf 35 jaar begint beetje bij beetje weg te spoelen. Mm-hmm. En in de Verenigde Staten-regering, Ganesh Kanai was minister... Heeft wel een dam gemaakt, wat net zegt, waterkeren dam. Ja. Maar dat is ook, dat is ook weggegaan. En weer, dus 3-4 keren hebben wij onze perceel ingeleverd. Ja. Maar juiste oplossing, perceel, definitieve oplossing is nooit gekomen. Ja. En nu blijft het halve hectare, kwart hectare, 1 hectare
Niet meer dan 1,5 hectare. Bepaalde zijn weg. Ja, ja bepaalde zijn weg. Ja. Allemaal zijn in het zeker.